En nu gaan we op bezoek bij een ster die het al wel helemaal gemaakt heeft. Koen van Vrijbergen, oftewel Johnny Vlodder. Goed. Hoeveel flessen wil je? Het is 15 gulden per liter. Als je er meer dan 10 afdenkt, krijg je 20% korting. 2000. 2000? Hm? Is dat een probleem? Nee, nee. Ik dacht even dat je 20.000 zei, maar die kleinere aantallen kan ook. Ik doe daar niet moeilijk over. Hi. Koen heeft in de serie Vlodder de rol van Johnny, die in de film door Huub Stapel werd gespeeld. Kwam hij daardoor onder druk te staan? Het is idioot, volgens mij, om voordat je beroemd bent al beroemd te zijn. Wat ik ben. Want Johnny Vlodder is gewoon een beroemdheid, maar de man die hem speelt niet, nog. Dat is raar. Ik heb het verder nooit als een druk ervaren, omdat ik... Ja, het is uiteraard een voorgekoud schabloon waar ik in terechtkom. Maar wat de man voelt en hoe hij denkt en wat hij vindt van alles... Ja, daar mag ik zelf een grote mate van vrijheid in betrachten om die man op die manier te laten zien. Bij mij thuis, één groot Italiaans probleem. Dankzij jou, één nacht zou hij blijven. Hij zit er nou 4 dagen. Hoe was dat toen jij jezelf voor het eerst in Johnny vermomming zag? Waanzinnig. Om te beginnen leek ik dus inderdaad heel erg op iemand anders. En B, had ik nog nooit zo'n coupe, zo'n coiffure gehad. Bovendien had ik me 5 maanden lang in een sportschool bewogen. Dus ik zag er echt wel heel anders uit. Nou, Mapels niet gezien. Dat zal dadelijk een verrassing voor haar zijn. Als wij terugkomen met Kees en zijn ontslagbriefje van militaire dienst. Dat jullie allemaal. Ze zitten overal, sorry. En aan Kees zal het zeker niet liggen. Die doet goed zijn best. In de serie is de familie Vlodder veel warmer dan in de film. Is Koen zelf een familiemens? Ja, absoluut. Maar toch niet op een of andere manier zoals Johnny, hoor. Ik bedoel, die rol staat als karakter, als mens natuurlijk gewoon echt 180 graden van me af. Ik bedoel, het is tegengesteld aan wie ik ben. En mijn milieu is gewoon een volstrekt ander milieu dan waar hij uitkomt. Maar ik heb wel een sterk familiegevoel, ja. Zijn er nergens aanknopingspunten tussen jou en Johnny? Nou, ik zal ongetwijfeld wel eenzelfde soort macho-neigingen vertonen af en toe. Oh ja? Alleen die zijn altijd... fatsoenlijk van bedoeling, denk ik. Terwijl bij Johnny Vlodder zijn ze uitsluitend geënt op zelfbelang. Kom, laat ons nog niet van de wijs brengen door een beetje water. Ja, maar ik heb wel mijn goede goed aan. Ik dacht dat die 2 minuutjes nou zo'n beetje om waren. Wij hebben het recht voor onze mening uit te komen. Ik heb jullie gewaarschuwd. Kees! Deze boot is van jou? Ja. Vaar je vaak hier in Amsterdam? Zo vaak ik kan. Het is voor mij de ultieme therapie om van spanning af te komen. Je kunt geen stress hebben op deze boot, want hij gaat gewoon niet hard. Hij kachelt. Er is een bepaald ijzeren tempo en daar word je gewoon rustig van. Muziek maken is naast het acteren eigenlijk een werkgedeelte van. Ik zit bijvoorbeeld in een theatergroepje. Dat heet de Shooting Part. En dat vervult mijn liefde totaal. Wat is je favoriete nummer van de Shooting Party? Nou, ik vind erg veel nummers erg goed. Dat kan ik makkelijk zeggen, want ik schrijf ze gelukkig niet zelf. Maar dit nummer, wat ik nou aan het mixen ben, dat zing ik zelf. En daar ben ik erg aan gehecht. Ja, dat vind ik erg mooi. Laat eens horen dan. Thank you.
muziek maken is volgens mij sowieso het leukste wat er bestaat in deze wereld. Omdat het een taal is die grenzeloos is, die iedereen kan volgen. De emotie is zonder formaliteit direct op anderen over te brengen. En het maken zelf is een van mijn grote hobby's tot liefdes. Nothing troubles me. I nail a Pandora's box. I'll stop at my ears. Vlodder, elke donderdag bij Veronica 7:30.